Trouwens, ik wil jullie even hartstikke bedanken voor de enorme steun. Ik heb even een speakbriefje gemaakt. Hartelijk dank voor jullie steun. Ik krijg hier nog meer energie van dan 1 oktober op het Malieveld. Wat het FDF sinds de oprichting 9 maanden geleden heeft gepresteerd, is ongekend. Het FDF is ontstaan naar aanleiding van de stalbezetting in Boksel. Jullie hebben acties gevoerd, sommige acties werden verboden, maar jullie geven niet op. Jullie hebben het landbouwcollectief opgericht, het beste wat ons als boeren in de laatste jaren is overkomen. En dat mag door niemand ondermijnd worden, zeker niet door jullie bondgenoten. Door jullie acties hebben we nu de cijfers van het RIVM. En het aandeel dat landbouw in de zogenaamde stikstofcrisis heeft, wordt met de dag kleiner, volgens de nieuwe berekeningen. Misschien is het probleem van de landbouw dadelijk al opgelost. Ik maak me grote zorgen dat bij een volgende stalbezetting de boeren eerder aanwezig zijn dan de politie. Ik wens jullie daarbij veel wijsheid toe. En Mark, ik weet niet of hij aanwezig is. Nee. Als de volgende keer soms iets andere woordkeuzes gebruik, zou dat beter zijn. En als u komt er over een 40 jaar een standbeeld voor jullie. Mochten jullie het opgeven, dan komt er een standbeeld voor de boer. Omdat Nederland dan voedsel moet importeren uit het buitenland. Bedankt.